kermis laat hier op Kermis FM. Ferry. Ja, hoorde daar. Ik hoor het gelijk, met een buikmuziek. Ja, terwijl wij hier onze show gaan doen, staat achter ons, staat Domien Verschuren te draaien. Oh. En misschien kunnen we daar wel even naar gaan kijken. Je moet er. Domien? Horen wij Domien? Volgens mij horen hem wel, maar we zien hem niet, of wel? Ik zie wel Domien, Ik, Maar jij, ik heb wel zo'n boeiende dingen gezien. Ik zei even naar kijken, hè. Hallo. Hallo. Wij zijn er ook nog. Hallo. Hier is te doen. Het is onze show. Hallo. Hey. 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 Hallo. Oh, daar zijn we weer. Hey. Hey, Ferry, hoe gaat het met onze Benno? Die lag in het ziekenhuis? Ja, de Benno, die heeft door jouw stroomstoten, heeft hij allemaal schaai opgelopen, hè? Echt waar? Ja, hij viel toch wel mee? Nee, hij viel niet mee, maatje. Geen mee ook grap, hè? En dan leidt hij hij is doorgebroken in Duitsland, hè? Echt waar? Ja, dat dan weer wel. Maar ja, dan leidt hij in Duitsland de koek loeren in het ziekenhuis met allemaal dingen. Dat is niet zo mooi. Hey, jouw schuld! Ja, hey, de beuners. Mensen een bladbaard omdoen en stroom geven. Ja, dat kun jij wel. Ja, dat was echt leuk. Hey, maar de beuners die hebben wij weer op het menu staan. Beuners. Dus zullen we even naar gaan kijken? Ja, als jij dat wilt. We krijgen een opdracht vandaag van Marieke. Van wat? Van Marieke. Van Marieke. Van Marieke. Ja, ja. Kom. Ruben, hij durft niet. Ruben, kom hier. Oh. Waarom durft hij niet? Nee, dat vind ik leuk. Ik zag je al staan voor de studio. Ja? Ja. Vandaag is het de bedoeling dat jullie, Ruben, draai maar om, deze attractie, ja? Hier moet jij in. En dat is eigenlijk het enige wat jij hoeft te doen vandaag. Hoe lekker is dat? Jij daarentegen, Jordi, ja, krijgt het zwaar. Het is namelijk de bedoeling dat jij hier op het plein aan kermisbezoekers hun favoriete hit gaat vragen. En dan moet jij de favoriete hit van mensen gaan uitbeelden aan Ruben, terwijl hij natuurlijk in de attractie zit. Maak het jezelf niet te moeilijk, dus kies nou niet bijvoorbeeld voor Bohemian Rhapsody van Queen, want dat is natuurlijk niet te doen. Je kan wel de Gangnam Style doen. Gangnam Style? Ja. Ga op zoek naar zo'n hit, beeld hem uit aan Ruben en als het lukt dan zijn jullie binnen. Ja, jullie moet ik hebben. Wat is jouw favoriete hit? Seks met die kale. Ik heb iemand gevonden en die heeft al een hit verteld zojuist. Oké. Okay. Maar hij wil daarvoor dan wel met jou erin. Hij mag je uiteraard niet helpen. Oké, okay, nou kom, we gaan. Succes, hè. De tango! Is dat niet te doen? Met die kale. Kun je het gewoon zeggen? Nee. Zeg het! Nee. Ik weet het ook niet. Je moet het wel veilig doen. Seks. Seks van dingen. Ik heb hem vandaag nog geluisterd, volgens mij. Wacht. Ik wil seks met die kale. Volgende. Ja, volgende. Ik heb één vraag voor jullie. Wat is jullie favoriete hit? De Hokey Pokey. En Steef, die gaat er met jou mee in? En echt, het is het meest verschrikkelijke nummer waar hij mee aan komt zetten, maar hij mag niks zeggen. Ken jij de Hokey Pokey? Dat. Is dit de Hokey Pokey? Weet ik niet. Dit is meer de twist. Oh, do it like twist again. Oh, de Hokey Pokey. Oh, oh. Oh, oh. Hè? Sleutel, hè? Sleutel, man. Hokie! Ja, Pokémon! Pokémon! Nou! Kan ik best wel! Nee! Heb je een Pokémon? Nee! Wat dacht jij te begrijpen? Ja, het was Pokémon. Nee, in het begin. We doen hem nog. Let op. Ho! Kie! Ja? En Poki! Oh, de Hokie Pokie! Ja! Hey, hallo, wat sta jij hier te doen? Ja, ik sta even op de bus te wachten. Ik moet voor mijn compagnon moet ik een hit uitbeelden langs de kant. Weet jij nog een goeie? Ik weet nog wel een hele goeie weet ik nog wel eigenlijk. Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. Ja. Is dat een hit? En laten we het hopen, hè? Nou, ik ga hem uitbeelden, kijken of dat lukt. Liever te dik in de kist dan
Denk je het te weten? Lieve ik in de kies, dan weer het feestje geweest. Ik vind eigenlijk dat je wel een biertje hebt verdiend. Ga je gezellig mee? Gaan we even een biertje halen? Dat vind ik echt een heel goed idee. Dat dacht ik. Nou, gaan we dat doen. Ja. Hey. Dat was Stef Ekkel. Ja, yeah, dat was ook de enigste goeie erom. Oh. Hé, hey, luister, schuurtjes, luister naar. Ja. Nou, zijn we al 8 dagen bezig, hè? Klopt. En ondertussen al jarenlang ook. Maar kunnen we niet eens een keer iets leuks laten zien van de kermis? Iets met sfeer en zo. Ja. Net vroeger, hè, toen in mijn jonge tijd, konden wij op de vuist bij de boksbal bij de Botsborgers. Ja, maar en dat er een beetje goede muziek was en zo. En dat gewoon averwets gezellig was. Hey, maar dit sfeer. Ja. Sfeer, zeg maar. Wij hebben sfeer klaar staan. Oh. Hier, sfeer. Hey, sfeertje meneertje, of niet? Oh ja, ik heb even niet opgelet. Haak hem op, man. Zeker. Ik zat net het droom te lauwen. Nee, dan kom, hey, die start ik voor jou in, hè? Oh nee, dan kijk ik de volgende keer. Voor jou gemakt. Nee, dan kijk ik de volgende keer wel, want jij kunt wel iets eigenlijk. Maar wat vind jij, wat moet dan sfeer zijn? Ja, wat zeg, averwets gezellig, met normale meulen en zo. Oh, maar die avond die waren ook georganiseerd, hè? Oh. Bejaardenhuis. Oh. Ja. Hey, Tim die is voor ons weer op pad geweest. En eens kijken wat hij vandaag weer meemaakt. Oké, vooruit. Nog eentje dan om het af te leren. Het laatste stroomstoot-experiment. Want welke lekkernijen op de kermis kun je wel of niet eten als je onder stroom staat? Nou, ik heb een nieuwe meesteres gevonden. Ze heet Loes. En ze heeft er net zoveel zin in als ik. Auw, dank je. Auw. Auw. Ik wou één portie churros met Nutella. Hoeveel kost het? Auw! Nou, nog een toetje na. Sorry. Auw! Kut, kom met geld op de grond. Zo. VIP. Auw, alsjeblieft. Let's kick. Auw. Ice. 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 Pak hem met deze af. Ja? Nou. Al mijn kermistrakten met de zopron. Genieten van kermislekkernijen op de kermis terwijl je stroom krijgt.
Kan niet. Slecht kermsexperiment. Dat gaat niet. Auw, ik ga naar huis. Waarom is dit was geknoopt? Ik vind Tim, hè, dat vind ik echt een aanwinst voor Kermis TV. Ja, dat klopt. Ja. Ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar ik denk dat jij eens plots moet gaan maken. Maak echt. Ik zeg een aanvulling, Tim, een aanwinst. Een aanwinst, ja precies. Dat er aandermeesten weg moeten. Ik bedoel, zonder Tim, die maakt leuke dingen. Hij ziet er fris en jong uit. Hey, uitstraling. Iets wat bepaalde andere mensen al jaren niet meer hebben. Wij gaan kijken nu naar Fred van Boeschoten. Oh. Zo. Ik stond op een haaikant, stapte zo'n vrouw in, zo'n goeie kadeer, weet je niet, zo een van rond de 130 kilo of zo, dat weet ik niet. Maar ze moest naar de Lange Nieuwstraat, dus goed, ik daar naartoe en ik kijk onderwijl in de achteruit kijkspiegel. Ik zeg, mevrouw, zeg ik, daar zit een vlieg op uw borst, daar bij uw knieën, weet je niet. Ja. Chauffeur, zei, zal ik jou eens verhaal vertellen? Ik zeg, ja, echt mijn kort uit. Zij begint te praten. Ik zei, naar het ziekenhuis geweest, zei ze. Want ik had zo'n punt in mijn maag. Ik zeg, je, het is wat ik krijg op een gegeven moment. Hè. Ja, en ik moest geopereerd worden ook. En ze hadden er 21 theelepels uitgehaald. Ik zeg, hoe krijg je dat nou toch voor mekaar? Jezus, ik heb gewoon het voorschrift opgevolgd. Hoor. 3 maal daags, 1 theelepel. Ja. Wat voor een dag. Hey, aangeschoven hier, Ferry. Erik de Rithouder, hè? Onze kermiswethouder. Hoe is hij dit? Ja, de dame regelt. De enige echte. Oh. Hey, Erik. Ja. Kermis, 8 dagen aan de gang. Ja. Hoe verloopt die? Ja, geweldig. Ja, je ziet het hier achter ons ook weer voltrekken. Het is een fantastische sfeer, iedere dag weer. En ja, het is magnifiek. Echt genieten. Ja, yeah, maar ik word toch ergens iets kwijt, hè? Nou, vertel. De logo, hè. Ik reed mee met een wagen, reed ik dus richting Kermis. Ik zie daar allemaal van die plakaten met roze en alles. Ik denk, waar is dat? En dat bleek dus van de Kermis te zijn, maar ik herken dat niet. Nee? Ik zie Germ de Malemeulen of iets, ja. Dat ik weet wat dat is. Ja. Allemaal dat kunstzinnige, dat moet ik niet. Ja, maar... Het lijkt wel kunst en daar hou ik niet van. Nee, maar ik herken het op zich wel. Ik heb het vaker gehoord, hè. Maar wat vooral opvalt, Ferry, is dan moeten die kleuren ook zijn. Hè. Je moet overal straks, als je deze kleuren ziet, dan moet je denken, hey, kermis gaat weer beginnen. Oh. Daar wil ik bij zijn. Ja, dat denk ik altijd. Maar als ik daar zie, dan zie ik herken daar niks in. Nee, ik zie een paar letters en zo. Ja, maar je hebt ook mensen die hebben geen verstand van vormgeving of is zo. Hè? Is ook zo. En die kijken niet verder. Die denken niet van, maar daar twee kleuren aangegeven. Twee kleuren. Oh, ik meteen op. Zie je straks volgend jaar bij de kermis, ik beloof het je, in de hoek van de straat. Zou je een vlag zien of een vaandel of een banier, ja. Wat dan ook. Je hebt dat erop staan waar dat is. Ja, nee, dat het erop staat dat de kermis weer gaat beginnen. Oh nee, dan begrijp ik het. Ja. Ja. Hey, een nieuwe route dit jaar. Ja. En? Ja, ze is eigenlijk heel goed bevallen. Spoorzone, dat wordt echt een onderdeel van het centrum op deze manier. En je ziet nu ook onderdeel van het kermisrondje. En het valt heel goed. Het is, de Brokslaan is gezellig druk geweest. Natuurlijk hebben we ook verbeterpunten, die schrijven we allemaal op. En volgend jaar wordt het nog beter. Nog beter. Nou, wat is één verbeterpuntje dan? Nou, bijvoorbeeld, je ziet een paar zaken die heeft goed gedaan op de Brokslaan en op de Spoorlaan. En bijvoorbeeld de publiekswinnaar van dit jaar, Richard Voets, met zijn gebakkraan, die staat op de Spoorlaan. Mm-hmm. Maar er zijn ook exploitanten op de Spoorlaan die zeggen, nou, ik heb het ook wel eens drukker gehad op de Tilburgse kermis. Dus we moeten kijken, hoe kunnen we nou zorgen dat ook dat stukje echt 100% Tilburgse kermis wordt. Ja. En dan moet volgend jaar...
moet daar met meer muziek of met meer licht of een betere opstelling misschien. Ja, denk ook. Je hebt betere opstelling. Ja. Dat vind ik wel belangrijk. Een opstelling is nooit perfect, weet je. Je moet altijd blijven zoeken naar verbeterpunten. Maar ik hoor veel van mensen die zeggen het is een heel andere kermis, terwijl er eigenlijk... Het is een rondje erbij, maar het is voor mensen een beleving gewoon compleet anders. Ja, het is een sfeer en beleving. We zetten ook echt in op sfeer en beleving. Ik ben niet zo geïnteresseerd of er nou 1,3, 1,4 of 1,5 miljoen bezoekers zijn. Maar het gaat erom dat al die bezoekers die geweest zijn, dat die een topdag hebben gehad. Ja. En dan gaat het om beleving en sfeer, gastvrijheid, sfeer en beleving. Verschillende sfeergebieden in de stad zorgen dat we die hebben. Verschillende themadagen nog verder uitnutten. Er zijn zoveel kansen om die Tilburgse kermis nog mooier en nog beter te maken. Dus themaavonden, dan kun jij misschien ook wel een Nederlandstalige avond of zo. Of trainingspakkendag of whatever. Ja. Matjesmiddag. Ja, matjesmiddag. Goede ideeën zijn allemaal welkom. Ja, daarom. Goeie ideeën. Ik zou wel twee ideeën aanleveren. Heel graag. Hey. Alle goede ideeën zijn welkom. Ja, hey, Erik, vorig jaar zijn we eigenlijk mee begonnen. Hè, ja. Om samen een frietje te eten. Ja. En dat gezellig. Was eigenlijk in de touwen van 90 meter hoog. Ja, ja. Maar de resultaten was eigenlijk niet echt... Dat was niet denderend. Maar dat is normaal bij hem, hè? Het resultaat niet denderend is. Maar vandaag hebben we het samen gedaan in de Muis. Ja. En dat viel niet tegen, hè? Dat moet mooi geweest zijn. Volgens mij hebben we hem klaarstaan. Kijk maar eens. Als kermiswethouder, dan heb je natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Hè? En een van die dingen die je dan moet doen, verplicht, is voor mij een... Een frietje met eten. Kom erop met die friet. Nee. Erik... Ja, lekker frietje, maar ik was al heel snel heel veel kwijt. Ja, dat zag ik. Hé, maar nou hebben we lekker gegeten. Ja. En nou heeft jouw woordvoerder en collega's, die hebben iets geregeld. We gaan nog met z'n tweeën lekker wat drinken. Kijk, nou dat is altijd goed om het even weg te spoelen. In de kattenpult. Serieus? Serieus? Nee. Oh. Dat is geweldig, hè? Baba, welkjes. Jullie allebei, meneer de wethouder, baba. En we hebben ook nog echt wel wat frietjes gegeten. Ja. In de aanloop ging het goed, Erik. Ja. Hey, maar er zit een stukje op het einde in van om een drankje te nuttigen in de kattenpult. In de kattenpult. Dat wil ik jou eigenlijk volgend jaar aanhouden. Nou, ik zeg hand erop, Ron. Afgesproken, geweldig. Ja. Hey, wat kunnen we nog verwachten de laatste dagen kermis? Ja, ik wil er echt niet eens over nadenken, maar we gaan het laatste weekend alweer in. Ja. Ik weet wel mijn dingen. Ja? De bokstent die moet terug. Wat moet terug? De bokstent. Ja. Jazeker. Ja. De bokstent. De bokstent. Zit er niet putsen. Spreken wij dat af voor volgend jaar verder? Je kunt ook een half uur met de vrouw gestaan. De vrouw zonder lichaam. En gewoon. En motorrijden in de ton. Ja, dat zijn wel de klassiekers. Het zou mooi zijn als het nostalgische kermis, die nu dit jaar geweldig goed is gegaan. Ja. Koningsplein was natuurlijk een beetje een gok, maar die is heel goed uitgepakt. Het is een schot in de roos geweest. Maar waarom is er niet voor de Bastard gekozen? Ja, een van de nadelen van de Bastard is als je daar de nostalgische kermis zou doen, is dat na 11 uur niet zoveel mensen de nostalgische kermis meer bezoeken. Okay. En dan is eigenlijk de hele lint van de Bastard ring is daarmee ook weg. Okay. Dat zou zonde zijn. Dus we willen echt de Bastard vol bijhouden. Dat doen we op deze manier.
En Koningsplein heeft nu ook een mooie invulling gekregen. Mm-hmm. Volgens mij alle exploitanten, alle bezoekers en dragen ze het enthousiast over. Koningsplein is heel enthousiast. Ja. Ook de exploitanten die er staan, die zijn gewoon geweldig. Schot in de roos, echt goud. Hey, maar als je de kermis ziet, en bijvoorbeeld hier Kermis FM, is omgeven van techniek. Ja. En wij hebben vandaag Fred van Boeschoten gevraagd om even wat uitleg te geven hoe het een en ander werkt hier bij Kermis FM. En zeer interessant. Yeah. Kijk maar. Dag dames en heren. Mijn naam is Fred van Boeschoten en ik neem u mee naar een kijkje achter de schermen bij Kermis FM, de ins en outs van de technische dinger. Gaat u mee? Hier zitten we in de controleruimte en van hieruit wordt het signaal opgestraald naar de SRV. En er lopen dus cameramanen overal door de stad rond. Die worden op afstand bestuurd met deze dinger. Als ik dus tegen deze schuifje daar, dan krijgt de cameraman een opflikker. Als hij het niet goed doet. Dus bijvoorbeeld, deze cameraman, die deugt niet. Huppakee. En dan willen we hem terug naar hier halen, dan doen we zo. Ja, ja. In deze studio wordt gebruik gemaakt van geïntegreerde coaxkabels. Het signaal wat ze hier ontvangen wordt gesplit en gedecodeerd met een snelheid van 544 millibit per jaar. Ja, je zult begrijpen dat best wel wij mogen kosten, maar dat wordt allemaal voor die mannen betaald. Dus je hoeft er niet van stand te kijken van deze materiaal. En hier zien wij een dubbel getoerde Betamax camera uit 1978. Voorzien van diverse connectoren. Zoals bijvoorbeeld een BNC, een VCA, een SDI, een HDMI en vele, vele andere connectoren. Zoals SCART, DIN, parallel en seriële poorten. En verder is deze camera uitgerust met 1/4 MD, 1/8 MD, etc. Het inductiebereik van zo'n camera is vrij groot als gevolg van het feit dat er gebruik gemaakt wordt van kabels van messinglegeringen voorzien van een viscose coating. Dus dan begrijpt jullie het wel. Ook zit er verder nog DBX ruisonderdrukking op en dan zullen wij je navragen waarvoor DBX? Ja, omdat hij gewoon een heel goed systeem is, wel jaren meegaan en sommige mensen zeggen dat moet ik niet, maar ik zeg gaat het maar zo. DBX, er is niks zo goed als DBX. Ja. Dat is target, toch? En hier zien wij de Soundcraft C-Expression. Dat is een heel goed mixertje. En dat heeft een speciale functie. Als je vanuit dat alle knopjes het ruigen gaan bewegen. Moet er maar eens kijken. Ik zal het een keer weer doen. Ik duw op deze knopje. En dan zie je ze allemaal verspringen. Nou, dat zie ik geren. Hè. Ik zal het nog een keer doen. Een keer dan. Huppakee. Een spulletje. Tot zover een kijkje achter de schermen bij Kermis FM. Dat was boeiend. Houden we. Ik kom volgende week kom ik langs en dan neem ik ferry. Hè? Oh! Ik houden we. Hey, die Fred, die weet echt alles die van techniek. Die weet het gelijk. Maar ik sta er wel van te kijken. Die weet het gelijk. Ja, echt waar, hoor. Hey, die weet ook van zijn gesloten. Nee, dat hoeft niet. Hoezo niet? Jij hebt niks. Ja, ik regel dingen zelf wel. Maar als ik iets nodig heb, dan bel ik Fred en dan staat hij voor u klaar. Ah, daar is die sloot van zijn heel anders dan sommige andere mensen. Oh, oh, oh. Die eigenlijk heel weinig kunnen. Maar en ik wil naar geen namen noemen. Nee, ik snap het wel. Yeah. Maar
op de bus staat als je iets nodig hebt, bel Fred. Ja, yeah, nee, dat vind ik een goede slogan, ja. Yeah. Daarom, dat dacht ik ook. Hey, ik heb er vandaag weer een te pakken gehad op de kermis. Ja, om te kijken snap ik. Om met mij ergens in te gaan en het is gelukt. Oh, ik snap het niet. Gefeliciteerd. Ja, weet u ook wel mee? Nee, natuurlijk niet. Dan bent u natuurlijk wel heel erg benieuwd, hè? Zeg maar. Ja, gaat met mij hierin. Zou het? Ik weet het zeker. Dus ik moet zeggen dat je toch iedere keer weer in slaagt om mensen met jou in die attractie te krijgen, hè? Mooi, hè? En daar zagen je goed uit. Ja, zeker. Dat was niet verkeerd, hè? Nee, dat was niet verkeerd, nee. Ja, maar daar heb ik wel ook voor, ik kreeg Ferry. Trouwens net van de regie deur. Wat? Ja, ex-wachten. Ja. Oh, dankzij de nieuwe opstelling van de kermis zijn er al 4 extra bezoekers geweest. Nou, dat is toch geweldig? Ja, yeah, dat had ik maar. Zo is het. Hey, dit was het weer voor vanavond. Erik de Ridder, bedankt. En wij sluiten af met het weer, want het was me een weer wel waar. Tot morgen. Adieu. Dankjewel, Ferry en Ron. Dames en heren, dan is het vandaag weer tijd voor het weer. Oh, wat ik nou toch meegemaakt heb. Wat is er, Janus? Ik kom er net van de pot af. Want mijn tante Koba die werd 85 gisteren en toen zijn we met de hele familie Chinees gaan halen. Waar? Bij Jongding. En daar had ik, even kijken hoe heet het, een grote portie Bami Gangbang had ik op. Nou, ik heb het geweten hoor. Vijf minuten later zat ik al op de pot en het is de hele nacht zo doorgegaan. Nou, dat word je echt... Ja, kun je beter niet nemen of zo. Zo Janus, dat portie. Moet je ook niet doen, hè? Nee, ja. Oh, daar komt het weer. Laten we verder gaan met het weer. Het is morgen wisselvallig. En voor de afwisseling doe ik een dansje. Tot morgen! Oh. Miss F.